Het MKB is dé groeimotor van Zuid-Limburg. Om te kunnen groeien is innovatie nodig en die ontstaat het snelst als ondernemers samenwerken en kennis delen. De dag van het MKB helpt daarbij. Het is zo dat een ondernemer veel mensen kent en veel mensen spreekt. Maar het aantal keren dat hij echt over zijn bedrijf kan praten of kan leren van anderen, dat is relatief beperkt. En de dag van het MKB heeft in ieder geval de mogelijkheid om met 500 mede-ondernemers en ook enkele mensen uit het grootbedrijven van de campussen samen ervaringen en kennis uit te wisselen. De dag van het MKB wordt georganiseerd door 23 partners, waarvan Limburg Economic Development er één is. Het MKB is voor ons en voor de regio ontzettend belangrijk. Meer dan 50% van de werkgelegenheid is direct of indirect afhankelijk van het reilen en zeilen van het MKB. Het MKB moet mee innoveren in de grote ontwikkelingen die hier op gang hebben gezet. Het MKB is daarbij ontzettend belangrijk. En samen met het MKB bouwen we dan hier ook een prachtige regio waar het goed is te wonen, te leven en te werken. Ja, de samenwerking met LED dit jaar is echt van groot belang. We hebben gekozen om de 6 krachtsectoren van Limburg centraal te stellen gedurende de hele dag. En wat we ook gaan doen is dat iedereen die voor een bepaalde sector heeft ingetekend, dus heeft aangemeld als gast, dat we die ook met elkaar in verbinding gaan brengen. De dag van het MKB helpt bij het leggen van nieuwe contacten die ertoe doen. Dit jaar tenminste 10 voor elke ondernemer. Dit jaar gaan ze heel specifiek naar een thematiek die ook gelieerd is aan de speerpunten zeg maar, van Zuid-Limburg. Dus mensen gaan elkaar ontmoeten op basis van gemeenschappelijke interesses. Enerzijds wordt er kennis gedeeld en anderzijds gaan ze ook echt waardevolle ontmoetingen tot stand brengen van mensen die binnen het thema iets doen of willen gaan doen. Het belangrijkste doel van de dag van het MKB is dus ontmoeten, elkaar inspireren en van elkaar leren. Het belangrijkste slogan wat wij ook zeggen, en daarom ook de thematiek de slimste dag van het jaar. Don't work harder, but be smarter.